Ja, dank voorzitter. De heer Omtzigt heeft bij verkiezingsdebatten gezegd dat die pensioenwet een van de belangrijkste onderwerpen is voor een nieuw sociaal contract. We hebben net de woordvoerder van het nieuw sociaal contract gehoord. Die heeft het over misleidende communicatie, de bestaanszekerheid van miljoenen mensen die op het spel staan. Kortom, de alarmbellen rinkelen. En klopt het dan dat ik hier een minister tref van nieuw sociaal contract die zegt ik ga de wet uitvoeren in plaats van ik ga de wet verbeteren of aanpassen? De minister. Ja, voorzitter, bij dat onderdeel was ik nog niet. Niet. Laat ik zeggen, ik zie het een belangrijk vertrekpunt voor mij dat ik een bestuurlijke verantwoordelijkheid heb om de wetgeving die in de Kamer is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer, om die tot uitvoering te brengen. Ik kan niet anders mijn opdracht opvatten dan dat. Ik word graag aangesproken op het thema goed besturen. Dat is voor mij ook een belangrijk vertrekpunt. Maar het is ook dat je met een opdracht begint. Maar daarbij natuurlijk, en dat hebben we voortdurend gezegd, open oog en oor wilt hebben voor signalen uit de uitvoeringspraktijk, uit verschillende maatschappelijke organisaties, ook uit uw Tweede Kamer, niet in de laatste plaats. Maar ik zal er zo dadelijk nog iets meer over zeggen. Maar dat is hoe ik in de wedstrijd zit. Tweede interruptie van de heer Van Kent. Ja, voorzitter, dit is een heel duidelijk antwoord. Een heel erg duidelijk antwoord. En de vervolgvraag die ik wil stellen is, wat denkt de minister dat dit doet voor het vertrouwen in de politiek? Wat denkt de minister dat dit doet voor de hoop die mensen gevestigd hadden om met hun stem op een van die drie partijen die nu de regering vormen, om met hun stem ervoor te zorgen dat er niet een onzeker casinopensioen zou komen, maar dat de wet nog aangepast zou worden dan wel zou worden ingetrokken? Wat denkt de minister dat dit doet met het vertrouwen in het bestuur en in de politiek? De minister. Nou, voorzitter, ik denk ook wel iets over wat het met het vertrouwen van mensen doet als u voortdurend over casinopensioen blijft spreken. Daarom ben ik daar ook mee begonnen. De basis van ons pensioenstelsel, de manier waarop wij de koopkracht voor ouderen in dit land veiligstellen, is een hele stevige. Is steviger dan waar ook ter wereld. Dat is zo, dat was zo en dat blijft zo. Onzekerheid voeden bij gepensioneerden over wat hen allemaal wel niet te wachten staat in dit nieuwe stelsel. Daar vind ik ook iets van. Dat wil niet zeggen, voorzitter, dat er geen mogelijkheden zijn om wellicht wat ervoor ligt kritisch te bekijken. Dat er misschien mogelijkheden zijn om zaken te verbeteren. Ik kom daar zo dadelijk op. Maar wij hebben een stelsel waarmee we pogen die koopkracht en die zekerheid en die voorspelbaarheid van wat mensen van het stelsel kunnen verwachten juist te verbeteren. Transparanter en persoonlijker te maken en ook daadwerkelijk daarmee de koopkracht van ouderen op lange termijn veilig te stellen. En het verschil tussen het oude en het nieuwe stelsel is natuurlijk dat je in dat oude stelsel, en dat weet de heer Van Kent ook, die hoge buffers moest aanhouden. Juist om een bepaalde belofte te kunnen veiligstellen. Wat we in het nieuwe stelsel doen, is dat je het rendement eerder ten gunste kunt laten komen van de mensen die premie inleggen. Het is ook duidelijk wat je kunt verwachten. Het is duidelijk wat je inlegt. Het is duidelijk wat je vervolgens aan rendement daarop toegerekend kunt krijgen. En dat kan meer fluctueren. Dat is zeker een feit. Maar daar staat natuurlijk tegenover dat in het oude stelsel die zekerheid ook niet altijd gegarandeerd was. Indexatie ook niet altijd kon plaatsvinden. Dus het is een keuze voor een andere wijze van het belofte doen. Je legt een premie in en je weet zeker dat wat je aan rendement haalt met die premie uitgekeerd kunt krijgen versus een stelsel wat aan de voorhand een bepaalde belofte doet, maar waardoor je ook hoge buffers moet aanhouden om die belofte gestand te doen. Derde interruptie voor meneer Van Kent. Ja, ik probeer het allemaal een beetje bij elkaar te krijgen in mijn hoofd, maar we hebben dus een van de grootste criticasters van het casinopensioen, die daar in de verkiezingen zei, dit is voor ons een van de belangrijkste onderwerpen, hebben we nu van die partij een minister die in plaats van kritiek en wijzigingen de wet hier aan het verdedigen is en zelfs aan het aanprijzen is en zelfs partijen aanspreekt op het feit dat er wordt gewaarschuwd voor gevaren die uit de wet voortvloeien en dat dat voor onzekerheid bij gepensioneerden kan zorgen. Terwijl de heer Omtzigt heeft niks anders gedaan. Sterker nog, de woordvoerder van het nieuw sociaal contract heeft hier net de noodklok geluid. Ik krijg dit niet bij elkaar in mijn hoofd. En ik wil de minister echt vragen of hij helemaal van het padje af is. Of dat hij gewoon met zijn collega's heeft afgesproken van, nou, we laten alles vallen van wat het nieuw sociaal contract in het verleden met pensioen heeft gedaan. En ik word chef, verdediger en uitvoerder van de pensioenwet waar het nieuw sociaal contract zich altijd tegen heeft verzet. De minister.
Voorzitter, ik vind dit heel opvallend voor een lid van de Tweede Kamer. Dat hij kennelijk verwacht van de minister dat een wet die in de Tweede Kamer is aangenomen, en die ik niet zozeer verdedig, maar waarvan ik uitleg waarom die in de Tweede Kamer tot deze afweging heeft geleid, dat hij daarvan verwacht dat ik daar als een soort olifant, als de porseleinkast nu ga zeggen, oh ja, nou die wet, laat maar zitten, we gaan het over een andere boeg gooien. Dat kan hij toch niet van mij verwachten. Het tweede, ik vind oprecht dat de verwachtingen die wij uitspreken en ook de beelden die wij communiceren over wat nou het effect van deze verandering is op gepensioneerden,